het. Kijk, kom eens. Ja. Mooie Waanzinnige Wereld is een bandplaat. Op een manier opgenomen in een plek waar we altijd repeteren, die we zelf zijn gaan inrichten als een opnamestudio. Waardoor er een soort gemakkelijkheid is. Er is geen druk. Weet je, je kunt tot midden in de nacht werken. 7-8. Martijn? Ja? Kun jij nog eens krabben? Ja. Dan moet je de tong ook zo pennen, hè? Ja, wat dat voor mij ongelooflijk een openbaring was. Maar dat dit eigenlijk het eerste project was waar ik instap en samenwerkte. En dat een ongelooflijke kracht is die dat we samen hebben opgenomen, zonder een externe persoon erbij. Wat dat ons de ruimte geeft om te experimenteren met klanken, met microfoons en met een aantal technische snufjes erbij. Het is alsof ik wat zei, Meryl Streep. Ook weer, van actrice moeten ook gewoon zelf naar de supermarkt gaan om maar brood te kopen. Anders weet je anders nog over het leven. En met een gevoel wat ik denk de laatste keer heb gehad als ik bij wijze van spreken 20 was en met een vriend met een viersporen recordertje dingetjes aan het opnemen was en terug aan het luisteren. Oh, nu nog een andere Neumann om even het verschil uit te proberen. Ja, echt weer kind zijn. Wat geautomatiseerd is, is de stijl. Alle dingen die daarbij horen, die weet je gewoon. Dat hoort erbij. De sound, de afstelling van je gitaar, je basgitaar. En wat daarna gebeurt, daar gaat het om. Mag je eens doen? En Steven zet die pianoriff in. En eigenlijk was het eerste ding wat ik speelde op de bas. Dat is dat. Die lick, waarvan ik dacht van ja, nou dat kan. Je hebt heel snel redelijk hetzelfde idee van waar het naartoe moet. En dan geef je links en rechts hints. Vanaf dat moment ontvouwt het zich eigenlijk vanzelf. Soms denk ik in het donker, soms staar ik in het niets. Soms zoek ik naar een houvast in dat wat ik verlies. Soms is mijn hoofd een dorp waar ik de uitweg niet meer ken. Maar ik weet dat er Beter Mens was eigenlijk een heel kort tekstidee wat ik had. Eigenlijk ontstaan door mijn dochter die net geboren was. Een soort liefdeslied, wat het eigenlijk ook niet is, want het gaat over de werkelijkheid om ons heen. Een beter mens. Ik denk dat ik met haar over straat liep en dat ze mij leerde hoe je een half uur naar een plantje kunt kijken dat tussen de stoeptegels de werkelijkheid in kruipt. En toen dacht ik, jij maakt van mij een beter mens. En dat was eigenlijk, toen ik die zin had, zo simpel, dat ik hem vroeger waarschijnlijk niet opgeschreven zou hebben. En ik zing voor jou mijn liefste, in alle talen die ik ken. En al weet ik ook dat ik nooit zal weten wie ik werkelijk ben. Jij maakt van mij. Beter Mens was binnen no time geboren, het basisidee, en later zijn we er al verder gaan werken en ontstond een soort pulsie, vooral onder invloed van de bas en de drums, waardoor het voor mij een zalig nummer is waar de inhoud heel erg ondersteund wordt door de muziek, de inhoud die ik eigenlijk wilde vertellen. Soms zoek ik naar een houvast in dat wat ik verlies. Soms is mijn hoofd een dorp waar ik de uitweg. Soms ben je een nummer aan het spelen en aan het schrijven tegelijk. Komt niet alles van de tekst binnen. Je probeert zoveel mogelijk binnen te krijgen. Soms zijn dat maar zinnen waar je dan hopelijk op reageert. Beter Mens is zo'n nummer wat dan in de auto, als ik zelf naar een optreden toe rijd of wat dan ook, wel echt binnenkomt. Een beter mens, een beter mens.